alle appels geplukt. We zijn nog even aan het kijken bij de andere appelsoort. Want we hebben net Santana geplukt, als het goed is. En nu staan we bij de Elstar. En die groeien dus echt heel anders. Tenminste, de Santana is wat ronder. En de Elstar, die is zeg maar wat meer een paprika vormpje. Kijk, deze zijn dus wat meer paprika vormig. En de Elstar, die komt ook echt uit oorsprong uit Nederland. Dus dat is wel heel erg tof. En deze hangt trouwens echt helemaal vol. Kijk, deze kan je dus helemaal goed bij zien. Dat het echt wat meer zo'n paprika vormpje is. Dan de appels waar we net waren. Het heet toch Santana? Ja. Ja, hè? Santana, ja. Santana, die andere appelsoort. Nou, dan gaan we nu nog een stukje verder rijden, want we gaan ook nog wat pompoenen uitzoeken. Ja, daar hebben we echt heel veel zin in. Dat doen we altijd als we hier zijn geweest. Ja. We gaan hier één dag in het jaar heen. Het liefst altijd met Meben, maar dit jaar kon dat niet, want we stonden op de markt in Alphen. Nee, en het beursweekend ook. En het beursweekend, alles bij elkaar. Maar er staat daar zo'n mooi bord als je uitrijdt voor pompoenen. En dat is een stukje verderop, dus daar gaan we ook nog eventjes tussen deze. Ja, gaan we doen. Ik heb er zin in. Gaat u voor. Dit is de eerste keer dat we hier zijn dat het ook echt gewoon goed heeft geregend. Dus alles is ook heel erg drassig. Maar ik ben blij, want het is droog en het zonnetje schijnt af en toe. En het is niet heel erg koud. Ik had het de afgelopen dagen best wel koud. Ik ben echt een koukleum. Ik heb echt heel snel koud. Maar het is heerlijk vandaag. Het is ook echt leuk om hier rond te lopen. Want deze... De Elstar, die zijn er net geweest, nog nooit gezien, ook zeg maar hier. Dus dat is leuk. Maar wat hadden ze nou meer? Hebben ze nou ook gewoon Granny Smith en zo? Nee, dat volgens mij niet. Hmm. Ja, volgens mij wel Jonah Gold en zo, dacht ik. Ja. Okay. We gaan verder naar de pompoenen. Of willen we nog een rondje naar de centrum, zeg maar? Ik noem het even het centrum van de Olmehorst. Dat is waar we zijn trouwens. Oh, we kunnen hier niet uit. Of zo. We gaan even door. We gaan er nog door. Oei. Ja, op naar de auto. Hier hebben ze het verschil even neergezet. Dit is de appel die wij hebben geplukt. Dit is de Santana. En dit is dan een volgroeide Elstar. Oei. Zeg. Ja, wel. Leuk. We hebben weer een paar mooie pompoenenkinders uitgezocht. Oh, dat is zo leuk om te doen. En er zit weer goed stevig, veilig. Dan gaan we weer verder.